En met deze film over de strijd bij Duinkerke 40 jaar geleden besluiten we onze uitzending van vanavond. En nog even onze excuses voor het geluid in het laatste gedeelte van de film. In de aflevering van vanavond staat Dr. Randolph centraal. Hij is chirurg in een kinderziekenhuis in Washington, D.C. Later vanavond om 11:15 zenden we een documentaire uit over het leven van Brigitte Bardot, dat overigens veel weg heeft van het verhaal in de film die we nu gaan zien. Wie privé? Van de nu volgende aflevering van de 13-delige reis door ruimte en tijd. Met, dames en heren, nog een speelfilm. Het is een film die in 1971 werd gemaakt door de bekende regisseur Henry Hathaway, de film Shootout. Het verhaal van een bankrover die na 7 jaar zijn straf te hebben uitgezeten op zoek gaat naar de man die hem ooit heeft verraden. In de hoofdrol ziet u Gregory Peck. In hartchirurgie bij kinderen. De opnamen werden gemaakt in een ziekenhuis in Los Angeles. Nu heeft u pas geluid. Ik zei u om 10:00 aan voor televisie, na het zwevende sterblok. Maar nu eerst, zoals gezegd, de speelfilm Niagara, met in de hoofdrol natuurlijk Marilyn Monroe. De 3 veeartsen in praktijk hebben en waar een oude vriendin van Tristan op bezoek komt. De wereld stinkend naar onverdraaglijke monsters, zo werd de rivier de Theems al in de vorige eeuw genoemd en het werd nog veel erger. Maar dankzij een uniek filtreersysteem is het water nu zo dat het bijna te drinken is en dat de eerste zalm alweer gevangen is. Er is dus nog hoop voor milieuverbeteraars, want de Theems is weer schoon.